sprekers. Onze volgende spreker is een muzikant met ros haar. En zoals we weten van rosse muzikanten, die spelen al eens graag met zwaarden. Waar de meeste artiesten begonnen in hun slaapkamer, deden Equal Idiots dat gewoon op toilet. Verder is hij ongegeneerd trots op zijn Kempische roots. Ze zijn zo hond, ze zijn zo pront, ze zijn echt om te stelen. Ik had het moeten ondertitelen, denk ik. Intussen is hij vaste ochtendpresentator op Studio Brussel, maar zelfs dat levert hem zelden een bad hair day op. Mag ik u applaus voor Thibaut Christiaanse? Ja, ik was wel veel lichter op de foto's als in gewicht, maar bedankt. Ik ben inderdaad Thibaut en ik ga een spreekbeurt geven over tandenpoetsen. Iets wat we allemaal doen. Een spreekbeurt van en door Thibaut. Met T-A-I-B-A-U-L-T. En dus niet T-I-B-O, T-I-B-E-A-U of met een Y. Ik zie dat passeren, het is maar dat je het weet. Waarover ga ik spreken? Wel, dat is mijn inhoudstafel. Dus een introductie, ludieke introductie, denk ik. Dan wat is tandenpoetsen, waarom tandenpoetsen, wanneer tandenpoetsen, vooral hoe tandenpoetsen en misschien ook vragen, maar daar gaat geen tijd voor zijn, denk ik. Introductie, wel, ik ben Thibaut en ik vind tandenpoetsen belangrijk. Ik ben een fervent tandenpoetser. Ik doe dat. Heeft iedereen hier ook tanden in de zaal? Of zijn er mensen die dat zo in een bekertje nog moeten steken? Ik weet het niet. Maar ik vind tandenpoetsen belangrijk, omdat ik in het tweede middelbare nogal traumatische ervaring heb gehad. Was een soort van slechte cocktail van verschillende omstandigheden. Namelijk te laat opstaan, te laat vertrekken naar school, te snel moeten fietsen naar school en te snel moeten fietsen op een bemost paadje dat veel te glad is. En als je daar te snel over fietst, dan valt het op je bek en gaan de tanden in de lippen. Dus ik, ja, vol met bloed, horror, drama. Ik mocht thuis blijven van de mama. Yes. Maar dan zat ik thuis en dan kreeg ik dus de traumatische ervaring van... ik ben precies zand aan het eten. En dan ben ik voor de spiegel gaan staan en heb ik met mijn tong zo over de voortanden gedaan en zag ik mijn tanden afbrokkelen, of toch mijn voorste tand. En daar is dan een stukje aangezet, dat is goed gekomen, maar 2019 eet ik een stuk pizza en dan gebeurt er dit. Denk je, oh, dat valt mee, juist de tinte geel. Maar ik heb het hierover. Ja, dat is een klein stukje eraf. Er wordt bijgewerkt, niks aan de hand. Maar dan een aantal weken geleden eet ik een pekanotenkoek op de VRT. Dat zijn niet de beste, hè, Manu, dat weten we. Dus gebeurt er dit. En dan heb ik het over dit, hè. Dat ziet er onschuldig uit, maar het is toch niet zo leuk. Want ja, ik vind dat toch wel belangrijk. Een gebit, dat is het eerste waar ik naar kijk bij mensen. Dus ik heb dat vandaag ook gedaan. Ook bij collega's onder ons. Misschien een kleine quiz. Dit fijne gebit. Stel mooie tanden. Goed recht op recht. Iemand een idee? Riad, prachtig. Goed gedaan. Volgende. Schoon, recht op recht. Duidelijk een beugeltje gedragen, denk ik toch? Manu. Ik denk dat we meer vragen moeten stellen over de foto in plaats van de tanden. Dan, crème de la crème. Ja, in de buurt. Charlotte Timmers, prachtig. Prachtig. En dan tot slot, hier komen de tanden heel goed tot uiting door het dunne bovenlipje en de V-stand van de lippen, waardoor de aandacht meteen naar de tanden gegitst wordt. Helmoet, prachtig. Ik ben er jaloers op. Ik wil maar zeggen, tanden zijn belangrijk en tandenpoetsen draagt eraan bij, want wat is tandenpoetsen? Een definitie... De handeling waarbij de tanden worden schoongemaakt, heb ik van woorden.org. Het kan korter, kort en bondig. Mondhygiëne, dat is één woord. Mijnwoordenboek.nl.
Kleine oorsprong ook van tandenpoetsen. We doen het al heel lang. Sinds de 17e eeuw voor Christus heb ik gelezen. Dan was het met een takje van een boom of een plant waarvan mensen dachten dat het heeft genezende krachten. Dat gaat werken. Egyptenaren die maakten een mengsel dat ze over hun tanden smeerden en de tanden moesten onderhouden. Dan de klassieke oudheid. De Romeinen die maakten een soort van mengsel van boombast en gemalen houtskool. Maar die voeden daar ook kruiden aan toe. Dat is voor de goede geur, denk ik dan. Middeleeuwen die gebruikten een linnen doek. En ik denk dat we allemaal het gevoel kennen van een stoffen zakdoek van de bomma om tanden uit te trekken. Minder aangenaam, denk ik wel. Maar dan China. Made in China, natuurlijk. 15e eeuw, eerste tandenborstel. En dat zou een soort van bot moeten zijn van een dier met varkensharen op. Zou er zo uitgezien hebben. Keerborstel, maar het werkt. Waarom moeten we tanden poetsen? En ik heb met PowerPoint er iets proberen in te zetten, maar ik weet niet of dat gaat marcheren. Het is prachtige muziek. Ik weet niet of iemand weet van welke band het komt. Dat was niet de bedoeling. Iemand een idee? The Pogues, inderdaad. Ierse folkband, traditionele muziek. Klinkt heel lieflijk. Dirty Old Town, prachtig nummer. Fairy Tale of New York is ook echt zo'n heel mooi kerstnummer. En dan denken we, ah, lief, tof. Weet iemand wie de zanger is van The Pogues? Shane McGowan. En die ziet er zo uit. Niet zoveel de tandjes gepoetst. Een ander voorbeeld is deze jonge snaak. Wie kent hem? Tom Cruise, klopt. Niet veel tandjes gepoetst, heeft er heel veel geld tegenaan gesmeten, maar dan gebeurt er dit. De asymmetrie. Ik wil maar zeggen, tanden poetsen, het is ook voor later dat het toch belangrijk kan zijn. Dus ik zeg ook deze campagne onlangs, gezond begint in je mond en ik kan ze geen ongelijk geven. Of zoals mijn lief het gezegd heeft deze week, stinkt uw mond naar uw nol, pak dan een stimmerol. Maar kauwgom lost ook niet alles op, vind ik. Dus ik vind, verzorgt uw mond of uw bakken stinkt naar stront, is mijn leuze. Wanneer? Heel belangrijk. Ik denk dat iedereen ongeveer wel weet wat het juiste antwoord is. Hoeveel keer op een dag? 3? Dat meende niet, man. Nu alleen. Van het CLB. Ik denk zo een tweetal keer, maar ik heb gelezen 44% van de Vlamingen poetst zijn tanden maar 1 keer per dag. Dus zijn er hier mensen die af en toe zeggen van, ja, ik ben te moe, ik skip s'avonds. Ja, toch een paar handen in de lucht, hè. Psychopaten. Vind ik afschuwelijk. Vind ik echt afschuwelijk. Ik zou eens goed nadenken. Want daardoor is er verval in ons land. Moe of niet, ik vind 2 keer per dag, maakt mij niet uit. Ik moet ook heel vroeg gaan slapen, heel vroeg opstaan. Maar 2 keer per dag is wel de absolute minimum. Maar dan 's ochtends doet iedereen dat, denk ik wel. Is dat dan voor of na het ontbijt? Voor, na? Ik doe zelf na. Dan denk ik, geen koffiebek bij de collega's. Blijkbaar maakt het ook niet zoveel uit of je het voor of na doet. Het belangrijkste is dat je het doet. Wat je beter niet doet, is deze combo. Ja, grote nee voor deze combo. Ik heb er ook een uitleg voor gezocht. Maar als iemand die slide wil, ga ik die doorsturen. Want dan hoe? Je hebt daar instrumenten voor nodig. Dan de handeling van het poetsen zelf. En dan vooral ook de nazorg. Instrumenten. Het eerste instrument is uiteraard de tandenborstel. We hebben daar 2 soorten van. Van deze. En ja, dat is akoestisch, vind ik. Dit is elektrisch. Het is een flauwe woordspeling, maar je gaat hem allemaal gebruiken. Ik ben er zeker van. Ik ben eerder voor de oldschool akoestische manier van gaan. Maar ik ben meer zo voor het type gitaar dat al fel bespeelde snaar heeft. Dus dit is de mijne. Nee. Niet zo doen. Jullie hebben er allemaal ook zo winnen, denk ik. Toch veel, kom. Nee? Shit.
Ik denk zo, die moet goed ingewerkt zijn. Op een oude fiets moeten leren rijden, op een oude tandenborstel moeten leren poetsen. Tandpasta, ook niet onbelangrijk. Al kunnen we dit niet tot tandpasta rekenen, want dat moet je eten. Dat doe je niet op je tandenborstel. En dan is er ook het hoe. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Er is een soort van stappenplan voor. Althans voor mezelf. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik het zelf zou doen. En ik heb dus een tandenborstel. Dit is mijn model, Signaal. Goed gewicht. Haren staan nog niet krom genoeg. Ik heb wel een assistent nodig. Ik weet niet of Robin hier ergens is. Kun je even de micro vasthouden misschien? Want het wordt hier moeilijk. Ik dacht dat er een statief ging zijn. Een beetje lager. Dus je hebt ook tandpasta. En dan is het de kwestie van de tandpasta te bevestigen op de tandenborstel. Mijn lief zegt altijd een erwtje is genoeg. Nee, klopt niet. Heel de tandenborstel moet bomvol. Bomvol. Je kunt twee vingers rekenen. Dat is ongeveer zoals de bierkraag of de schuimkraag van een pint. Dat is pas correct. Dan, wacht, want ik moet dat bevochtigen. Klein beetje bevochtigen. Zo. En dan begint het volgens het BBB-principe. Eerst de buitenkant van de tanden. Dat is de buitenkant. De volgende B is de binnenkant. Nee, de bovenkant. Bovenkant. Dat zijn eigenlijk zo de dingen dat de mensen overslagen. Dat is op de tanden. Vooral de kiezen, heel belangrijk, de kiezen. En dan door de binnenkant. Dat is het ding dat de mensen nog snel vergeten. Binnen aan de tanden. Heb je door dat ik niet om een 10 minuten kom? Ongeveer 2 minuten. 2 minuten moeten dat doen. Het ding is ook de houding. Ik deed het al automatisch, maar de eerste houding is benen een beetje open. Hand in de zij. En af en toe... Zo blijft dat doorgaan. Hoe weet je dat je goed bezig bent? Dat is als je de juiste dosis schuim hebt. Zo blijft het bezig. Dan komen we naar de volgende houding. Ik moet even meer naar hier. Dan zeg ik denk... Nu gaat de schuim in de pombak vallen. Oké, het gaat gebeuren. Dan zijn we aan de nazorger. Dat is eerst uitlupen. Eén keer. Wat doen we dan? Slokje water. En spoelen. En uitlupen. Dan het volgende is eigenlijk heel belangrijk. Dat vergeten mensen soms. Maar voor de frisse adem de tong. Hoe weten dat je goed bezig bent? Dat is als dit gebeurt. Maar het duurt even. Dat steken, het is goed geweest. Het volgende dat je dan doet is nog eens spoelen. Slikken, dat doe ik. En dan, dat moet wel. En dan nog eens 1 keer drinken. En ik heb ook een snor laten staan, zodat dat in het snorretje blijft. Als een dag bezig is... Dat is beter dan een stimrol. Ja, ik pak over. Ik was Thibaut, dit was mijn spreekbeurt en onthoud vooral... Dank je wel.